Dag dames en heren. De dag begon op veel plaatsen nog koud met een paar graden vorst. Maar na zonsopkomst liep de temperatuur snel op en uiteindelijk kwamen we uit rond de graad of 6. Daarbij veel ruimte voor de zon, maar verspreid. Met name in het binnenland ontstonden er ook een paar van deze buienwolken. Er viel wat hagel, wat natte sneeuw uit, maar heel veel stelde het allemaal niet voor. De komende dagen gaan we echter met meer neerslag te maken krijgen. Nou, op de animatie zien we de opklaringen op dit moment nog boven de oostelijke helft van het land liggen. Maar vanuit het westen breidt het gebied met bewolking en ook neerslag zich vanavond en vannacht over onze regio uit. En dat betekent dat het op veel plaatsen enige tijd gaat regenen. Morgenochtend breekt vervolgens de zon weer door, maar daarachter toch weer vorming van een paar buien. En op zaterdag ligt dit grote neerslaggebied voor ons klaar. En dat trekt dan in het weekend over ons land met veel meer neerslag. Nou, vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar komende nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En uiteindelijk gaat het ook overal enige tijd regenen. Misschien dat we langs de oostgrens ook nog een paar natte sneeuwvlokken kunnen waarnemen. Daar temperaturen in eerste instantie iets boven het vriespunt, maar vanuit het westen loopt de temperatuur in de loop van de nacht steeds verder op. Morgen overdag trekt die regen vervolgens naar het oosten weg. De zon breekt door en het wordt daarbij maximaal een graad of 6. Later op de dag ontstaan er verspreid over het land wel een paar buien. Dat kunnen winterse buien zijn met wat hagel, wat natte sneeuw en lokaal is ook een klap onweer mogelijk. Daarbij staat een stevige wind uit een westelijke richting, windkracht 4 tot 5 en aan de kust af en toe een windkracht 6. Nou, het weekend verloopt dus heel nat. Vooral tussen zaterdagmiddag en zondagochtend krijgen we met veel regen te maken. Op sommige plaatsen kan tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. Nou, in de loop van zondag breekt de zon vervolgens weer door, al kan er nog wel een enkele bui vallen. En dat geldt ook voor de nieuwe week. Zonnige perioden en wolken wisselen elkaar af. Er valt een enkele bui en de temperaturen liggen meestal iets boven het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ik wens u een mooie avond.